Een goeiemorgen allemaal op deze vijfde adventsdag. Het is vandaag dinsdag 5 december en de sneeuw van gisterochtend is helemaal weg. Het is donker, nat, druilerig herfstweer. Ja, dan toch liever het weer van de voorbije dagen. Jammer genoeg dat ik me niet zo lekker voelde. Het is 9:30 nu. Ik heb... en de kat wordt ook wakker. Die denkt, ik wil naar buiten. Maar eigenlijk wil ze niet naar buiten, want ze houdt niet van dit weer. Nu, ik heb al een uurtje aan het breien geweest. En nu is het tijd om een beetje huishoudelijke dingen te doen. Ik ga toch kijken of dat ik ze naar buiten kan. Ik sta hier vlak aan de deur, omdat ik dan het meeste licht heb. Allee, poes. Ze wilt niet, het is echt te koud en te nat. Maar, kijk. Wat staat er op de planning vandaag? Ik ben nog niet naar het werk, gisteren naar de dokter geweest. Maar, zoals jullie horen, klinkt mijn stem al terug veel beter. Ben ik minder snel buiten adem. Dankzij medicatie die ik aan het nemen ben. Dus dat komt helemaal goed. Wat staat er op de planning? Ik moet een aantal huishoudelijke dingen doen. Keuken opruimen, vaatwasser uitladen, vaatwasser terug inladen. En er ligt nog een heleboel was op mij te wachten. Die moet opgeplooid worden. Ik ga nu wel de deur terug dicht doen. Ja, nu gaat ze wel naar buiten. Oké. Het is een speciaal geval, onze kat. Maar, ik heb een hele... Dat is daar rot. Brr, het is koud, het is koud. Eigenlijk is het best hilarisch, onze kat. Maar een hele hoop was die moet opgeplooid worden. Ik heb de gewoonte om altijd in het weekend te wassen. En normaal plooi ik dat dan op maandagochtend op, zodanig dat iedereen... ik verdeel dat dan in manden. Voor iedereen heeft zijn mand. En dan moeten ze dat mee naar boven nemen om in hun kast te leggen. Die laatste stap is bijna voor iedereen in dit huis moeilijk. Maar kijk. Deze week is mijn man in de buurt van Keulen ergens voor het werk. Dus heb ik het rijk alleen? Nee. Mijn drie kinderen zijn ook thuis natuurlijk. Al moeten zij naar school... Maar nu is er maar één van de drie is naar school. De andere, de jongste, heeft geen school vandaag. En de oudste, die moet nog wel naar school. Naar de unif. Oh, en er zit een rood bordje buiten. Naar de unif, maar ik weet niet juist om hoe laat hij daar moet zijn. Er zit echt een rood bordje buiten. Hier zitten al wel eens regelmatig rood bordjes. Ik heb ook een huisje met wat... vogelvoer in de tuin staan. Dat is wel dringend aan vervanging toe, dat huisje. Maar dat komt wel in orde met de verbouwing, de renovatie, de heraanleg van de tuin. Gaat dat wel in orde komen. Aan wat heb ik al zitten bereiken? Van mijn Vertices Unite, het laatste deel, is bijna klaar. Daarmee zit ik in de helft of zo, denk ik. Dan moet er nog de I-cord rond. En ja, dan is die ook af. Gisteren heb ik het deken voor mijn mama afgebreid. Dat heb ik ook gewassen. Ik heb daar een beetje beelden van gemaakt. Die zullen jullie waarschijnlijk vandaag nog wel zien. Het deken is nu nog aan het drogen. Het hangt in de badkamer te drogen. Maar als het droog is straks, dan laat ik jullie zeker... Het nog zien en dan ook nog de beelden van dat ik het aan het wassen ben. Niet zo spectaculair natuurlijk, maar misschien wel leuk om eventjes te zien. Dus die komen er ook nog aan en vandaag of morgen. Ik had gezegd dat ik een aantal linkjes onder mijn video's ging zetten. Dat is niet meer gelukt gisterenavond. Het had nogal wat voeten in de aarde om mijn filmpje geüpload te krijgen. Want ik was... mijn voorpagina had ik vergeten aan te passen en daar stond nog dag 1. Ik
Ik had het al helemaal geüpload naar YouTube. Toen zag ik het en dan heb ik het nog moeten veranderen. Terug downloaden, eerst op mijn telefoon, dan uploaden naar YouTube. Dus ja, dat is nogal. Dat neemt nogal wat tijd in beslag. Dus ja. Maar ik ga het hierbij laten nu. Ik ga een beetje huishoudelijk werk doen. Ondertussen zet ik een beetje vlogmes op van andere mensen. Als jullie graag nog wat tips hebben of willen weten naar welke vlogmes ik allemaal kijk, laat het dan eventjes hieronder weten. Dan maak ik misschien morgen een filmpje over de vlogmessen. Zeg je dat zo? De vlogmes van andere handwerkers waar ik wel graag naar kijk. Dus tot straks nog. Ik moet zien dat ik zo recht blijf kijken. Maar komt goed. Tot straks. Zo, hier ben ik om mijn adventskalender uit te pakken. We gaan hem een keer open doen. Zien dat hij goed in beeld is. Ik denk dat ik mijn camera iets te dicht heb gezet vandaag. Maar in grote lijnen staat hij er wel op. Het is hier beneden te doen, nummertje 5. En ja, zoals elke ochtend, zoals elke keer heeft mijn dochter hem al open gedaan. Ik weet eigenlijk ook al welke dat erin zit. Het is terug een blauwe. En deze hebben we al gehad, namelijk op dag 2. De Joy. Ik zal hem wat beter in beeld brengen. Ik vind het wel een heel klein beetje jammer dat er 2 keer dezelfde in zitten. Vorig jaar was dat niet het geval. Dat waren dat echt 24 verschillende teetjes. Dus ik vind het een klein beetje jammer. En het is dan eigenlijk ook nog niet echt mijn favoriete. Ik ga eens even kijken wat er juist in zit. Staat het erop? Maar ja, dat had ik al gezegd, hè. Twist. Lemony herbs with a twist of orange. Maar het... Ja, ik vind dat aan deze... Je proeft de orange wel, maar ik vind dat er niet zo heel veel smaak in deze thee zit. Ik heb zelf liever een thee met een goede, krachtige smaak. Dat is bij deze niet, dat is een beetje subtieler. Maar kijk, niet iedereen is hetzelfde, dus ik ga ervan uit dat er wel mensen zijn die deze heel lekker vinden. Van mij is het niet mijn favoriete. Maar die van gisteren daarentegen, dat was de Relax thee. Die vind ik wel zeer lekker. En ook de lemon ginger vind ik ook een zeer lekkere. En de derde was de nighttime. Dat is waar. Daar ben ik ook niet helemaal fan van. Maar kijk, ik ga er zeker van genieten straks. Subiet moet ik naar de kinesist. Binnen een half uurtje ongeveer moet ik vertrekken. Het is nu iets na 1 uur. Dus daarna ga ik hem zeker drinken. En ik heb ineens, om het aantal clipjes toch een beetje te beperken, ik heb er ineens mijn sokkenwollenbakje nog eens bijgehaald. En dat ik het een beetje goed in beeld heb zitten. Ik heb gisteren ook nog een streepje gebreid. Het is niet zo'n heel groot contrast tussen, alhoewel op camera valt het wel mee. Het is precies een iets groter contrast dan in het echt. Het is eigenlijk gek, hè, hoe dat kleuren zo op camera zo kunnen anders zijn. Ik heb hem ook een keertje gepast rond mijn kruik. En hij past, gelukkig. Want daar had ik wel een beetje schrik voor dat hij niet zou passen. Maar hij past. Dus geen probleem. Oké, dan ga ik eens kijken welk kleurtje ik deze keer daarbij wil doen. Misschien dat ik wel deze, of ik was ook aan het denken van deze... Een van die twee. Of misschien toch... Sorry voor het gekraak van het pakje. Of misschien toch voor een iets fellere te gaan. Die paarse of die blauwe is misschien ook wel mooi. Maar ik denk dat ik toch voor deze blauwe. Dit is een beetje een gemêleerd kleurtje. Natuurlijk brei ik hem dubbeldraads. Dus gaat de gemêleerd misschien er een heel klein beetje uitvallen, maar ik denk dat ik dit kleurtje erbij ga doen, dat ik dat wel een fijne optie vind. En dan voor morgen kijken we wel weer verder. Ik ben benieuwd wat er morgen uit de bus gaat komen. Nog eens gekraak. Deze gaat er terug in. Het tiksel op de doos. En dan ga ik straks, of misschien zelfs nu,
al verder aan mijn... aan mijn kruik. Zo, dat is het volgende. Ik ga heel eventjes snel iets pakken. Zo, deze gaan even uit de weg. En ik heb namelijk mijn Vertices Unite zijn alle delen afgebreid. Zo, dit is het zesde deel. Ik heb hier, denk ik, ergens een mindering gemist. Maar daarvoor ga ik het niet uithalen. Dus ik heb vandaag, mijn naalden blijven niet mooi liggen, vandaag deze driehoek erbij aangebreid. Oh, wacht. Zo. Zo ligt het beter in beeld, hè. Deze driehoek erbij aangebreid. Nu ga ik nog een I-cord er rond doen. En de I-cord gaat met deze kleur zijn. Nu, dit bolletje had alleen maar in het begin een beetje geel. De rest van de bol is eigenlijk meer deze kleur. Dus een... Ja, welke kleur is dat? Het is ook wel paarsig. Maar wat meer naar de bruinige herfstigere kant. Het is een beetje een warmer paars. Dus in die kleur gaat de I-cord zijn. Waarom kies ik die kleur? Dit wolletje is iets dunner dan de andere wolletjes. En daar heb ik maar een heel klein beetje van gebruikt. Dus die komt eigenlijk nog niet zo heel veel in de sjaal. In de sjaal voor. Dus het zou wel leuk zijn als deze kleur nog in het geheel gaat terugkomen. En ik zal hem nog eens eventjes voorbij laten komen. Jullie hebben hem natuurlijk al wel gezien. Maar... Dit is de sjaal geworden. Ik was eerst bang dat hij echt te klein ging zijn, maar ik vind het nu toch wel een mooie grootte van sjaal. En ik vind eigenlijk, zeker als ik zo in de camera kijk, vind ik eigenlijk de kleurtjes echt heel leuk geworden. Hier zit iets minder contrast tussen, maar dat vind ik eigenlijk niet. Zo heel erg. Dat is wel leuk. Dus ja, projectje dat ook stilletjes aan in zijn eindfase zit. En dat is natuurlijk altijd plezant. Ik ga jullie nu eventjes terug afzetten. Nog een beetje breien, denk ik. En dan ga ik naar de kinesist. Of voor de mensen in Nederland, jullie noemen dat de fysiotherapeut. Bij ons heet dat een kinesist, maar komt op hetzelfde neer. En hopelijk, ik kom straks ook nog eventjes langs om een beetje een round-up van de dag te geven. Tot straks. Zo, ondertussen is het al donker thuis. Ik kan jullie even draaien, hè. Ja, daar is hij. Staat de kerstboom al in het licht? Zit ik hier nu ook bij kunstlicht? Het is nu 4:15. En ik ben... Wat heb ik vanmiddag nog gedaan? Ik ben naar de kinesist geweest. Kijk nog thee. Nee, met deze op. Naar de kinesist geweest. Ik heb wat oefeningen gekregen die ik een aantal keer per dag moet doen. Wel goed nieuws, want hij zegt, ja, het is eigenlijk het beste dat je niet te veel rust in beweging... En dat je toch terug het wandelen op gaat pakken. Iets waar ik toch wel blij voor was. Want ik was een beetje bang om alles erger te maken. Maar het is natuurlijk een verschil met als je gaat bewegen. Met begeleiding van de kinesist. Of dat je op je eigen houtje doet. Ik weet op zich wel wat ik mag voelen en wat ik niet mag voelen. Maar ja, met deze was ik toch niet helemaal zeker. Maar ik had het jullie al gezegd in mijn vlog van gisteren. Ik heb iets af, ik heb nog iets af. En het is een groot project waar ik meer dan een jaar mee ben bezig geweest. Wacht, hè. September denk ik vorig jaar begonnen. Dus september, oktober, november. Ja, een jaar en 3 maanden ben ik ermee bezig geweest, maar het is af. En het is niet voor mij, maar het is voor de mama. En het is mijn checkerboard
blanket. Ik heb het ook gewassen. Het ruikt heel lekker naar een combinatie van schaap en zeep. Ik heb het gewassen. Het is wel zo een goed lekker squishy dekentje. Het is zo heel... je kunt er echt zo lekker in knijpen. Maar het is niet zacht. Het is ruw. Het is misschien een beetje prikkelig. Maar het is wel echt een heel fantastisch deken. Het is ook veel groter geworden. De bedoeling was van het ongeveer mijn armslengte te maken. Maar dit is het dubbel. Dus dat is toch... het zal geen meter zijn, maar het zal niet zoveel schillen. Nee, het zal wacht, hè. Heb ik mijn... Wacht. Ik heb mijn lintmeter hier bij de hand. Nou, eens kijken, hè, hoe breed het is. Ik kan gewoon de dubbele breedte even meten. Even kijken. Het is nu niet heel... wacht, hè. Dat is een inch. Draaien. Ja, het is een... 75 à 80 centimeter. Ja, bijna 80 centimeter. Dus het is een meter 60 breed. Dat was natuurlijk helemaal niet zo direct de bedoeling. Maar ja, kijk, het is heel erg uitgerokken geraakt. Het is eigenlijk, ik denk, minder hoog dan breed. Dus het heeft een beetje een vreemd formaat. Wacht, we zullen dat ook nog eens meten. Als we dan toch bezig zijn met meten. Eens even kijken. Het is heel nauwkeurig. Want ik heb het hier gewoon op mijn benen liggen. Dus het is zo'n beetje in golfjes. Maar kijk. En het is ongeveer een meter hoog. Dus het is een meter 60 op een meter. Misschien een beetje een rare verhouding. Maar kijk. Maakt niet uit, hè. Dus... dat is het hele deken. Het is heel mijn scherm gevuld met deken. Ja, maar kijk. Ja, ik ben er eigenlijk echt heel blij mee. Het is ook echt een mooi patroon geworden. Ik denk dat mijn mama hele warme voetjes gaat hebben de rest van de winter. Ik wou eigenlijk eerst wachten tot mijn kerstmis om het te geven, maar ik denk dat ik het haar misschien toch al wel ga brengen. Je ziet er zo wat door. Natuurlijk, ik heb niet zo goed licht. Misschien dat ik er morgen nog wat foto's van ga maken. Ah, zo zie je het wel beter. Hè? Met het patroon. En het is ook ongelooflijk lekker warm. Echt een feestje om onder te zitten. Om onder te liggen. Fantastisch. Wat heb ik nog aangebreid vandaag? Ik heb natuurlijk ook aan mijn kruikenzakje gebreid. En ik heb een blauw streepje eraan gemaakt. Ja, het licht is nu niet fantastisch. Maar het is het vierde streepje vandaag. Allee, ik heb de bodem, dan een eerste streepje, 2, 3. En vierde streepje, dus eigenlijk zijn dag 5 van Advent. Dus ik zit nog perfect op schema. Daar heb ik aan gebreid. Dat was natuurlijk een heel snel breidje. En wat heb ik nog gedaan vandaag? Ik heb hem al laten zien, maar ik ben nog een beetje verder geraakt. Ik had natuurlijk vanmiddag deel 6 eraan gezet. Dat hebben jullie kunnen zien. Vanmorgen heb ik dat gedaan. En nu ben ik bezig met de... de goede kant. Juist liet ik ook de slechte. Dus deel 6 heb ik eraan gebreid en nu ben ik bezig, maar daar ben ik nog maar net mee begonnen, met de I-cord bind-off. Ik moest eerst alle steken rondom de sjaal opnemen, om dan de I-cord te kunnen breien. Dus hij staat nu op 1 naald. Dat ziet er natuurlijk een beetje vreemd uit. Het is nu precies een beetje een handtas of zo.
en ik heb alweer zoveel plannen in mijn hoofd. Oh, ik denk, ja, ik heb iets af en dan komen er al 3 nieuwe projecten die ik zou kunnen doen. Maar ik heb nog niks, buiten die kruikenzak, heb ik nog niks nieuw opgezet. Het kriebelt enorm. Maar ik ga nog niks opzetten. Nee, Jokke, het mag niet. Het mag niet, het mag niet. Eerst moeten er projecten van uw lijstje af. En deze is er ook bijna af. Ik heb geen idee niet meer wanneer ik ermee begonnen ben. Nog niet, eigenlijk niet zo lang geleden. Hè. Ik kan dat wel terug opzoeken. Als iemand het weet, zet het dan eens in de comments, alstublieft. Ik kom thuis om dingen niet. Hij vordert goed. Ik heb nu nog eventjes tijd om verder te breien voor ik aan het avondeten ga beginnen. Jullie krijgen waarschijnlijk hierachter nog wel clipjes over het wassen van het deken. Ik heb dingen gefilmd, maar ik weet niet in hoeverre dat echt bruikbaar materiaal is. Dat ga ik ze biedt eens eventjes bekijken. Heb ik nog aan iets gewerkt vandaag? Nee, ik denk dat het is. De trui van mijn man is nog niet. Heb ik nog niet aangebreid. Maar ik wil eerst die i-cord af. En dan kan ik aan iets nieuws beginnen. Maar ik heb dat zowel als een project dat bijna af is. Dan neemt dat heel mijn wezen in beslag. En dan moet ik dat eerst verder afwerken. Dan moet dat eerst af eigenlijk, voordat ik aan iets anders kan afwerken. Dus eens dat zo'n project aan de finishlijn komt, ofwel vliegt het, ja, om de een of andere reden gaat het aan de kant en ben ik er niet meer mee bezig, ofwel is het zo, moet af, moet af, moet af, moet af, moet af. Dus dat is zo, ja, altijd zo'n beetje in extreme bij mij. Zo'n dingen. Maar ja, een i-cord breien vind ik eigenlijk, ik vind dat eigenlijk een heel leuk werkje om te doen. Ik weet niet waarom. Er zijn wel mensen die daar niet zo fijn vinden, maar ik vind dat echt, tof, omdat je dan zie je werk zo af worden. Of hoe moet ik dat zeggen? Ja, elke steek die je dan doet, is zo een klein finishje. En daarmee breik ik best wel graag i-cords, omdat dat zo, dat geeft heel veel voldoening, vind ik. Daarna moet ik nog de draadjes wegwerken, maar het zijn er niet superveel. Het zijn er wel een aantal, maar dat gaat wel meevallen, denk ik. En dan is hem al af. Goed bezig, Joke. Goed bezig, echt waar. Bravo. Applausje voor mezelf. Ik heb sinds mijn WIP-filmpje, zou dit mijn 4e project zijn dat ik afwerk. Dat is niet slecht, hè. Ik vind dat niet slecht. Wat staat er ook nog eigenlijk altijd op mijn lijstje? Dat is mijn kerstboom verder versieren. Dat komt er even niet van. Maar dat is niet erg. Die loopt niet weg. Dus ik ga nog eventjes verder blijven aan de i-cord. Dan ga ik eten maken voor mijn gezin. En één ding dat ik ook nog wel kwijt wil. Alhoewel, ik heb vandaag supergoed nieuws gekregen op privévlak. Ik kan moeilijk in detail gaan over welk supergoed nieuws het juist is. Maar zo'n hoop stress die van mij af is gevallen. Echt. Ik stond bijna. Nee, ik heb even een traantje gelaten, maar ik wilde ook echt nog wel een dansje doen. Een shakeje in de living, maar ik was aan het breien, dus dat is er niet van gekomen. Goed. Misschien kom ik straks nog langs, ik weet het niet. En anders, tot morgen.